waves, let them crash down on me. And you showed me the way. The best things in life are free. We didn't know that it was magic while we had it. I wish I could go back and change the way I acted. Sometimes a happy story has an ending tragic, but I'm still thankful that these moments even happen. Dan hoe ver jij je eerste kus, et cetera. Dat hoort er allemaal bij dat domme, dat stomste ding. Ties, jij hebt een paar vragen eigenlijk over één ding gemaakt, voor mij. Maar dat komt wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En Mirjam, ik kom daarop terug, lieve schat. Maar het was zo'n achterlijke idioot. Hij zat in dienst. En in die bussen waar ze mee naar huis werden gereden, zat de koelkast gevuld met alcoholische dranken. Dus als hij bij mij kwam in de weekenden, had meneer hem in de bus al aardig op zitten. The best things in life are free. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag woensdag de 5e april. En dat allemaal nog steeds in het jaar 2023. En we leven alweer reeds om 8 minuten over 4. Ja, ik ben laat, ik weet het, maar daar kan ik ook niks aan doen. En daar weet ik me verder niet uit, maar het is prachtig mooi weer. Het is wel, ja, bewolkt, maar de zon die schijnt en ik zie blauwe lucht. Het is van die sluierbewolking. Het is 10 graden en we hebben geen koude gevoelstemperaturen erbij. Oh, vergeet wat op te ruimen. Ja, nou komt het straks wel. En we gaan lekker even lopen. En waar het schip stranden gaat, weet ik niet. Deze gaat sowieso mee. Dus zien we wat, dan filmen we dat. En anders hebben we weer pech gehad. Ja. En Mirjam, sorry, ik ben gisteren niet op jou teruggekomen. Want ik zit mij gerot te prakasseren over één vraag van jou. Ja, dat wil ik eerst even daar een plekje geven. Ja, van wat moet ik daarop antwoorden? Want er is zoveel. Ja, dus ik moet wel, het moet geen drama worden, weet je, daarom. Dus ik zit daarover te denken en te doen. En als ik daar antwoord op heb, dan kom ik op die vraag terug. Ja. En verder had je geloof ik geen vragen meer. Maar dat moet ik weer even opzoeken in de map. Met jouw... ja, dat staat hier. Oh, zijn we zo zielig? Het is voor mij moeilijk, hè? Wat is het stomste wat je ooit gedaan hebt als tiener zijnde? Ja, nou, ik heb zoveel dingen ook weggestopt, weet je. Ik heb niet een fijne jeugd gehad, maar wie hebt dat wel? Ja, mijn broers ook niet. Nee. Het gezin is niet voor Jan Huppel de Plup uit elkaar gevallen. We gaan zo. Ja, de dames willen eruit, dus daar ga ik nou eerst mee doen. En ik moet gewoon, ja... Hier kom ik wel op terug vandaag nog, want ik zit maar bij één ding. En ja, toen was ik nog een tiener. Maar ja, daar kom ik wel op terug. En dat is ook gelijk dan hoe ver jij je eerste kus, et cetera. Dat hoort er allemaal bij dat domme, dat stomste ding. Jij hebt een paar vragen eigenlijk over één ding gemaakt, voor mij. Maar dat komt wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En Mirjam, ik kom daarop terug, lieve schat. Dus geniet van alles wat jullie doen. En ja, en tot later zou ik zo zeggen, geniet een beetje met ons mee. Ja, gewoon doen.
Zo, lieve vrienden, het is alweer reeds avond en ik moet nog steeds een vraag beantwoorden van Mirjam. Ja, en daarvoor kom ik maar even retour. En ik moet er eerst even eentje inlaten. Die wil naar binnen. Onze kleine meid Rijka. Ja, zulke soort dingen krijg je er allemaal bij. Ja, echt waar. Een beetje. Hi, Kate. Hi, Kate. Ben je lief? Ben je lief? Jij ook, hè? Ja. Allebei lief, hè? Ja, goeie. Heel goeie. Hé, kind. Ja, dus... Maar ja, op de vraag van Mirjam terug te komen. Wat is het stomste wat je ooit gedaan hebt als tiener zijnde? En er is nog een vraag... En dat is, hoe ervaarde jij als tiener jouw eerste kus van je eerste liefde als tiener zijnde? Nou, dan maak ik van twee vragen één vraag van. Ja, ik ben heel erg stom geweest dat ik ben verloofd geweest met een... Ja, ik noem het nou maar even een gast, want dat doet iedereen tegenwoordig. Dus een jonge vent. Nou, ik ben van mezelf niet klein, ook niet lang. Ik ben nou een beetje naar beneden gegroeid als een koeienstaart. Maar ik was, wat was mijn lengte ook weer? 1,70 was mijn lengte. Dus dat is niet klein, maar ook niet groot. Een middelmaatje, denk ik. Maar gast, nou, daar moet je zo naar kijken. En in gedachten vroeg je van, is het koud daarboven? Maar in ieder geval, daar ben ik mee verloofd geweest. En dat had ik toen destijds nooit moeten doen. Ik had de toestemming van mijn ouders, hoor, dat wel. En we hebben zelfs een feest gegeven. Maar het was zo'n achtelijke idioot. Hij zat in dienst. En in die bussen waar ze mee naar huis werden gereden, zat een koelkast gevuld met alcoholische dranken. Dus als hij bij mij kwam in de weekenden, had meneer hem in de bus al aardig op zitten. En dan was hij niet zo lief. Nee. Hij heeft me meerdere malen destijds geslagen. Dus dankzij mijn lieftallige... Stiefvader, vader, ik heb een hekel aan het woordje stief, dus ik zeg vader. Die heeft mij ermee geholpen om het eigenlijk uit te maken. Want het ging gewoon niet. En ik was bang van die gast. Ik ben vroeger altijd al bang geweest. Ja, maar van die was ik echt ook zo bang. Maar, ja, zijn eerste kusje, die was goed. Ja, hij heeft me eigenlijk een beetje geleerd om te zoenen. Dus, maar het was een foute en een grote, stomme fout die ik als tiener zijnde ben begaan. Dus ja, ik hoop dat hier jouw vraag mee beantwoord is, lieve schat. Want ja, en je mag met de volgende vragen komen, want ik heb er van 2-1 gemaakt. Dus ja, kom maar op, daar uit Noord-Afrika, Tunis. Ik ben alweer lopen in Tunis, ja, via de Google Map. Dus als je even privé jouw adres geeft, kan ik even bij je huis komen. Kan ik even op bezoek komen bij je. Ja, even via Google Maps, is leuk. Dus geef even je hele adres in mijn messenger, dan kan ik eens een keer bij je komen. En kom maar op met je vragen. Ja, vind ik heel erg leuk. Deze vragen die zijn al gedaan. En je hebt ook gezegd, ik ga jou wat vragen stellen de komende periode. Leuke vragen. Dus kom maar op, ik ben er klaar voor. En als er nog meer volgers van mij zijn, zeker mijn vrienden. Als jullie ook leuke vragen hebben, kom maar op. Ja, jullie krijgen er antwoord op zoals jullie allicht nu hebben gemerkt. En ik had, ja, soms dan moet ik ook nadenken en... Ik ga niet echt heel diep in mijn verleden wroeten, want ik heb ook niet een al te leuke jeugd gehad. En daar wil ik
liever niet over hebben dan wel. Dus ja, ik hoop dat jullie daar rekening mee willen houden. En dat jullie er respect voor hebben. Wou jij? Nou, kom dan. Kom dan. Goed zo, dat was ze weer. Wat gaan we doen? Daar moet je wezen. Kijk, daar. Zeg maar dag. Dag allemaal. Dag allemaal. Hé? Mijn meid. Oh, je staat op mijn buik. Zo. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond, want het is bijna 7:30. En ik ben met een vlog bezig. Ik moet er nog mee beginnen eigenlijk, maar ik moet hem helemaal klaarzetten. En kijken waar het over ging en de naam geven, et cetera. En ik zit op televisie te kijken, maar ik moet ook nog eten. En ik heb helemaal nergens geen zin in, maar ik heb wel zin in koffie en dat het dat kouder wordt. Dus dat gaan we lekker opdrinken en ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond, maar geniet ook zeker weer een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, we zijn nou weer op mijn slaapkamer aanbeland en in mijn bedje om te gaan slapen. Ja, ik denk ik sluit de dag even weer anders af dan normaal. Het is, even zien, 3:01 in de nacht van woensdag naar donderdag. Owing die ligt daar. En daar ligt meneertje Kandalf. En daar hebben jullie een bult. Hier ook. En daar ligt Rijka onder. Oh, even weer goed pakken, zo. Dus ja, dat allemaal. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond uit jullie bed zien te komen. Ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. En jullie weten het, God houdt over ons allemaal de wacht. Die staat ons bij en dat maakt mij in ieder geval heel erg blij. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot aan de andere kant van de nacht. Doei! Things in life are free.